Welkom bij onze reis naar Brazilië. We zijn er al. En we hebben een auto gehuurd, bedacht. Een vet leuk idee. Maar hij staat er niet. We moeten hier wachten. Vijf minuten. We zijn maar in Brazilië. 5 minuten is misschien 20 minuten is al voorbij. Ja, dat zal wel kunnen. Zullen jullie straks meenemen in de auto? Want dat wordt wel nog een avontuurtje. Hai. Nou, we zitten in de auto. We hebben al van alles meegemaakt. Mama rijdt. Maar het is het verkeer hier al. Gelukkig heb ik dit heel slim. Want voor een tip, download in Google Maps een kaart. Dan hoef je helemaal niet je internet te gebruiken, maar kan je wel Google Maps zijn. Dus dat is handig, want anders hadden we nooit geweten waar we nu in zijn. Hallo, Tijn er al. Het is al dag 2. Dit is ons geweldige appartement. Met een keuken. Badkeuken. Nou, hier een badkamertje. Heel mooi. En hier is ons slaapkamer. Dus ja, en daarom is het strand. We gaan nu ontbijten. Kijken of we dat ergens kunnen doen. Kijk, deze bomen zijn. Het is heel warm hier al. Van kletterig. We zijn gearriveerd in het dorp. We zitten hier naast de taxiplaats koffie te drinken. Thank you. Is het een lekker bakkie? Ja. Kijk, serveerster ging de tafel schoonmaken en daarmee gooide ze gewoon alle koffie eroverheen. Maar maakt het uit. En weet je, we hoeven niet eens te betalen. We hebben nog geen geld. We mogen straks terugkomen om te betalen. Wat schattig is dat je druk wordt. We hebben heel lekker rustig de eerste dagje. We zitten nu bij een strandtent. Even rummy kuppen. Dit is ons uitzicht. Ken niet beter. Er staat wel een regenseizoen, het is waard. Klaar voor? Yes. We hebben even een pauze tussen het rijden door. Zitten wij een heel fancy restaurant. Echt een slankste snelweg. En we hebben, als het goed is, een patatje besteld. Want dat was het enige wat er was, wat we soort van wisten wat het betekende. Want alles was in het Portugees. En helaas kan ik geen Portugees. We dachten pizza te bestellen, maar dat was er niet. Tenminste, hij zei iets dat het volgens mij, wat hij zei, was dat het er nu niet was, maar alleen 's avonds. Er was volgens mij wel koffie, maar want er staat daar een thermoskan. Maar volgens mij kon hij de combinatie patat koffie niet kunnen. Dus daardoor kon het niet ofzo. We hebben hier in ieder geval iets. En dat is ook goed. Okay. Het is gelukt. We hebben het goede besteld. Zo zijn er gaten met elkaar. Echt idioot. Ja, succes. Goed, man. De wegen zijn echt heel goed, werd ons verteld. Ja. Is van waar je mee vergelijkt. Het zijn altijd ergen. Dat is waar. Regenbui. Thank you.
wat tropical, geen idee wat het is. Scharifeerd. Gok, allemaal verschillende vruchten. En de chocola, zullen we het zien? En? Tropical? Naar een ijsje. Ja. Het begint te regenen. Maar we hebben wel zee. En daar hebben we net gelopen, in die bergen. En nu zitten we hier te relaxen op een heel mooi plastic stoeltje. Want er was maar één lichtstoel beschikbaar. Ja. Ah, je moet drie met de roeidie hebben. Ik dacht, er zit een blaadje tussen de auto's. Ik haal hem even weg. Maar het is een vlinder. Ik vraag me af of hij nog leeft. Rip. Bye. Ja, dit gebeurt ook. Hoe je op de weg? Kalfies? Nou, toeristisch. We hebben eten gekregen voor vanavond. Ze denken dat er nog 4 mensen bij komen, maar dat is niet het geval. Dus dit moeten we allemaal zelf opeten. Maar dit gaan ziet er wel doppiebek heel lekker uit. Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is donderdag. En het is enorm mooi weer vandaag. En hadden wij nou net bedacht om vandaag de hele dag op het strand te gaan liggen. Is niet erg. Hoe laat is het? 9 uur of zo. Het is echt heel vroeg nog. Maar we worden dus gewoon steeds om 5 uur wakker. Omdat je jetlag hebt. Dat is niet erg. We gaan nu ontbijten en dat kan daar. Ik dacht, neem jullie weer even mee. Gaan we doen, mam? We gaan een bucky tour maken. Ga je dat je door de duinen gaat. En uiteindelijk kom je ergens bij een soort meer waar je in gaat ziplijnen. Klinkt heel mooi. We zitten. Dit is het geval. Een buggy, letterlijk. Op vasthouden, zegt hij. Ja, ik heb een toeristisch fotootje gemaakt. Ik had twee slippertjes gevonden onderweg. Beelden nog. Oh, kijk, het is gewoon een soort luier. Dan gaat hij. Holy shit! Het ziet er wel goed uit. 2, 1. Waarom hebben we dit gedaan? Nou, ervaring rijken. Ik tril helemaal, heb jij dat ook? Twee prinsesjes op het vlog. Dat hebben we wel maar weer gedaan. Dit is wel echt Brazilië. Ja. Oh. Walvis is uit het water. Oh, we mogen nog een keer. Oké, we gaan nog een keer. Gaan we nu remmen zo? 3, 2, 1. Zit ik echt over het water. Dit is het uitzicht. Beautiful. Een strandwandeling maken, want het is te vroeg om al ergens te kunnen eten. Nu gaan we het strand. Ga de zee weer in. Ik ga
gewoon douchen en de kind is nog koud. Zo mooi hier. Een geelkopgier. En dat heeft van mijn vader geleerd. Onderweg naar Fortaleza. Want daar gaan we gezellig avondeten en op de markt. Mama rijdt weer. Uitgestapt. En eigenlijk is dit meteen ons uitzicht. Oh. De kathedraal. Nou, hoeven we niet meer te zien. Deze vogels vinden we wel leuk voor papa. Maar we kunnen het denk ik niet meenemen. Maar het is wel erg leuk. Allemaal markt. Kathedraal. Dit is wel echt heel mooi, maar dan hebben ze dit er gehangen. Oh, oh, oh. Lekker hoor. We zijn op de vismarkt. Het is goed dat je geen geur door deze camera hebt, want het meurt. We hebben voor Ronnie Flex gekozen. Gaan we hier naar binnen? Oh, kijk. Wauw. Heel veel vis. Garnalen. We hebben een kaart en dit is ons uitzicht, ja. Vind je dit erg uitzicht? Dat is best lelijk. We hebben nu een kilo garnalen besteld. En hier gaat het zo. Nou, we hebben het goede drinken besteld. Dat is al gelukt. Hey, proost. Dit is de markt. Hier zit iedereen. En daar heb je allemaal kraampjes waar je verschillende soorten vis kan kopen. En dan maken ze het. En dan komen ze hier brengen. Leuk, hè? De garnalen zijn gearriveerd. Hallo, ik wil nog wat mededelen, want we zijn terug in het hotel en ik ging betalen bij het garnalen gebeuren. En toen kreeg ik het geld terug met een briefje en ik dacht eerst, nou grappig, de rekening. Toen ging ik even beter kijken, is gewoon het nummer van de open. My number, met allemaal uitroeptekens. Dus ja, ik ga hem toch maar niet appen, omdat ik toch wel heel veel van Simon hou. Maar wel leuk om een nummer te krijgen aan de andere kant van de wereld. Goedemorgen, het is zaterdag al. Gaat echt heel snel. Dit is eigenlijk ons ochtend ritueel. Zetten we een pannetje op met gewoon water uit de kraan. Maar doordat je het kookt, kan je het wel drinken. En dan van die lekkere zakjes van koffie. Dan kennen we de dag weer voort. Vandaag gaan we naar La Coruña, ja, of zoiets heet het. Het schijnt een heel mooi strand te zijn. En kijk, dit is onze oude zicht. Ik kan misschien het al laten zien. Ja, heb ik al laten zien. De vuilnisbelt. Oké. Okay. Kijk, dit is dus wat er allemaal op de weg is. Een hobbelpaard, een hobbelpaard, een damespaard, een damespaard, een herenpaard, een herenpaard. Oh, gaat in de weg. Maar dan gewoon een Fiat, een Fiat, een Fiat. Oh, gaat in de weg. Ja, prachtig mooi. Erg druk terras waar wij zitten. Ik zal het laten zien. Wow, wat een mens, wat een mens, wat een mensen. We gaan dus even zo de zee in rennen. Ja. Ik kan niet zo hard rennen. Oké, dan gaan we, dan gaan we. Oh, kijk, dit is een mega golf. Wow, 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 wow. Die golf zijn heel sterk. En trekken je vanzelf helemaal mee. Het was hard in mijn gezicht. Oh. Zo, dat was denk ik een vet goede opname.
zijn nog steeds in La Quinia, de achter van Live Music. Hier hebben we koffie, geven kaarten. Daar is ons ondergang. Wat willen we nog meer? En daar zie je ook al de maan. We zijn weer terug in Kumbuko. We gaan maar op de muziek op. Hallo, het is zondag en het is de eerste dag dat we wakker zijn geworden met dit mooie zonnetje, strak blauwe lucht. Dus we zijn al helemaal klaar om lang uit bij het zwembad te gaan liggen. Nou, we gaan even lekker gemasseerd worden. Onze vakantie is zo zwaar geweest. Zo zwaar. Kijk hoe mooi. Zie je over een half uurtje. Zo, de massage was heel erg lekker. En zo weer een paar uur verder en we gaan nu lunchen. Weer een leuk uitzichtje. We hebben een lekker muziekje op de achtergrond. You can do it, or I? Yeah? Oh, hello. Oh, wow. Zo, so, big one. Great. Wordt hard gewerkt in de keuken. Gracias. Gracias. Oké? Ja, oké. Okay. Oh, er komt toch een knoppert van een vis aan? Ja? Ja. We maken alweer gesloopt. Kijk hoe dik die graten, hoe groot die zijn. Het is best wel makkelijk. Ik kan namelijk gewoon zo stuk. Ik krijg hem heel en dan... Hoppa. Maar hier moet je goed oppassen, want dit zijn allemaal nog graten. Wel heel lekker. Moet je niet doorslikken dus. Nee. Want dan ga je van je graatje. We zijn onderweg naar het airport. De laatste keer dat mama achter het stuur zit in Brazilië. Het was wel heel leuk. We zijn op weg naar de Fatima. Het schijnt heel mooi beeld te zijn, maar we rijden langs, dus we mogen het aanstaan. We hebben er gespot, mijn mama staat daar geparkeerd, maar ik niet mag parkeren. Kan ik even foto's maken? Daar is ze. Hoppa, gevonden. Het is een motortaxi, er zit zelfs een helmpje op. We gaan weg. Hoi.